Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de weerkaart van vandaag zien we mooi dat de temperatuursgrens zich ongeveer aan de bergkammen houdt. Want vanaf de Pyreneeën en ten zuiden van de Alpen bevindt zich de warme lucht. Hongarije, ook hoge temperaturen, 25 tot 30 graden. En daarna loopt de lijn door naar het zuiden van de Oekraïne. De komende dagen komt er niet heel veel verandering in. Pas later in de week weet de warme lucht weer terrein te winnen richting het noorden. Want bij ons wordt het weerbeeld bepaald door een storing die vanaf de Britse eilanden over Nederland trekt. En dat ging gepaard met heel veel bewolking en van tijd tot tijd regen en motregen. En we zien dat die bewolkingsband ten westen van Ierland al begint en zich uitstrekt tot ver in Rusland. Het gebied trekt dus van west naar oost. We hadden er gisteren al last van, we hebben er vandaag last van en morgen ook nog. Al komen we morgen wel geleidelijk in het deel wat we nu ten noordwesten van Ierland zien. Ik zal het even met de pijl aangeven. Dat gebied, daar zitten dus wat meer opklaringen. En dat komt morgen richting ons land. Dat betekent dat we morgen in de loop van de dag ook wat vaker de zon weer gaan zien. Van zonneschijn was vandaag amper sprake. Alleen vanochtend vroeg in het noorden nog even. We hadden vooral regen, motregen en in de noordelijke helft van het land ook forse buien. Sommige plaatsen viel zo'n 15 tot misschien zelfs 25 mm. Grote hoeveelheden. Halverwege de middag werd het allemaal wat droger, maar zoals op dit laatste radarbeeld te zien is, boven Engeland zit alweer het volgende regengebied en ook dat komt onze kant op. Dus later vanmiddag en vanavond vanuit het westen opnieuw regen en motregen. Dat zien we dan ook in de weersverwachting terug. Her en der een opklaringje, maar op de meeste plaatsen toch voorlopig grijs weer. Langs de westkust neemt de wind ook nog eens toe naar windkracht 6 en temperaturen halverwege de avond 17 à 18 graden. Koud wordt het komende nacht niet. 16 à 17 graden is het minimumtemperatuur. De wind neemt in de loop van de nacht af, maar regen en motregen blijft nog steeds aanwezig. En ook morgenochtend grijze omstandigheden met van tijd tot tijd dat druilerige weerbeeld. Maar zoals gezegd, in de loop van de dag komt het allemaal wat beter. Vanuit het noordwesten komen er dan opklaringen. Dan breekt wat vaker de zon door. De wind draait dan geleidelijk van west naar noordwest, gaat niet veel harder waaien. Temperaturen morgen 19 tot 21 graden. Woensdag wordt het wat warmer, 20 tot 25 graden. Kan dan lokaal een buitje vallen, maar de meeste plaatsen houden het droog en de zon schijnt ook geregeld. Woensdag dus enigszins zomers. Donderdag en vrijdag is het echt zomer. Vrijdag in het zuidoosten 30 graden en ook donderdag in het zuidoosten 30 graden. Dus hoge temperaturen krijgen we weer. In de kustregio's is het iets minder warm. Maar met flinke zonnige periode is het ook daar echt zomers te noemen. Mogelijk gaat vrijdag later op de dag, ondanks de hoge temperaturen, de wind aan zee wel weer flink toenemen. Dat moeten we nog even in de gaten houden. En die zomerse dagen, houden die dan stand? Nee, na een forse stijging de komende dagen zien we dat we in het weekend weer hard naar beneden gaan en gewoon weer in de buurt van de 20 graden uitkomen. En het lijkt erop dat na het weekend de temperatuur weer wat omhoog gaat. Op en neer dus de komende dagen, maar het is in ieder geval denk ik prettig voor veel vakantiegangers dat er ook echt zomerse dagen tussen zitten. Dat is donderdag en vrijdag, morgen nog grijs weer, vooral in de ochtend, met van tijd tot tijd regen of motregen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.